Paardensportliefhebbers hebben deze dagen het Kralingse Bos in Rotterdam ingenomen. De complete ruitertop is hier verzameld voor het CHIO, dat in 65 edities is uitgegroeid tot een van de grootste topsportevenementen van het land. Nou, dat is ontzettend bijzonder, want ja, wie kan het zeggen, het oudste sportevenement in Rotterdam sinds 1948. En dan zo'n mooi jubileum vieren, daar zijn we ongelooflijk trots op. En toonaangevend internationaal. Zeer toonaangevend. Het is ooit begonnen inderdaad een evenement voor Kralingen en toen voor Rotterdam. Maar het is inderdaad na Aken het grootste hippische evenement in Europa. Nou, dat is heel bijzonder omdat we sowieso met het oudste concours van Nederland te maken hebben. Dat we 65 jaar lang het CHIO hebben, is natuurlijk voor de paardensport fantastisch. Want dat betekent dat hij erg goed leeft, ook in Rotterdam. En we zijn natuurlijk heel blij dat we een concours op dit niveau in Nederland in stand kunnen houden. Want op dit moment is het natuurlijk niet even makkelijk. Je rechterbeen en je linkerteugel toe, dan heb je een kraling. Wat zegt het over dit evenement dat het al voor de 65ste keer gehouden wordt? Nou, ik denk dat het evenement heel erg verankerd is in de stad. We zijn voortdurend bezig met verbindingen en allianties te maken. Er was woensdagmiddag, zat het stadion echt helemaal vol, de piste, met duizenden kinderen. We hebben daar een programma gedaan samen met het Hofpleintheater. We organiseren concerten met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En we zijn overigens ook nog aan het nakijken over samen met het North Sea Jazz Festival. Dus als je ons ziet, zijn we echt manifest aanwezig in de stad. Nou, ik denk dat het evenement, als ik de wethouder van Rotterdam mag citeren, erg belangrijk is. Zij vinden dat ze met het CHIO, en dat heeft ze vanmorgen nog een keer gezegd, een zeer belangrijke uitstraling aan de stad kunnen geven. Iedereen heeft een voetbalwedstrijd, iedereen heeft wat anders, maar een paardensportevenement met een CHIO is geweldig. Nou, de Rabobank is een partij die voor ons heel belangrijk is. Ze zijn al een aantal jaren hoofdsponsor van dit prachtige evenement. En we praten natuurlijk ook met Rabo over de continuering van die samenwerking. We worden voortdurend uitgedaagd om ook aan te tonen, niet zozeer van wat kost het CEO me, maar meer wat levert het CEO mij op. En daar zijn we druk mee in gesprek met elkaar. Hoeveel mooier gaat dit nog worden de komende jaren? Nou, we hebben een heel ambitieus bestuur en we hebben echt grote plannen nog met dit evenement. Tegenwoordig zetten wij gewoon een passer van 500 kilometer om Rotterdam heen. Dat is eigenlijk ons gebied. We hebben nog steeds een witte vlekkenplan, dus ook nog steeds zijn een aantal branches nog niet verbonden aan CEO. Dus ik zou zeggen, het karwei is nog lang niet af. Hoe trots bent u? Ik ben heel trots, als u het zo wil horen. Ik ben erg, erg trots.